Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Gezien de redelijk korte periode dat we hier zijn, is het goed om eerst te trainen, te reizen. Het reizen, dat, wat vertraging, maar het meest ideale plaatje was om te trainen, te reizen, goed rusten en vandaag twee keer trainen. Het is net iets anders gelopen, gezien het schema gisteravond, vannacht, heb ik ervoor gekozen om vandaag één keer te trainen. Wat vind je van de omgeving hier? Ja, schitterend. Maar ik vind sowieso nagenoeg heel Spanje vind ik schitterend. Het is een mooi land. En, dus wat dat betreft... absoluut geen reden tot klagen. Ja, de groep heeft het uitstekend gedaan. Het was een lange training, het was een redelijk pittige training. En ik mag niet klagen. Het was voldoende energie en focus. Ja. Wat is de insteek van deze week? Ja, vooral dat we met z'n allen en dat we beseffen dat het gezamenlijk iets wordt, de tweede helft van het seizoen. Een goed trainingskamp is toch vaak wel de basis richting een goede tweede helft. En dat het nodig is, dat is duidelijk. Je hebt ook een aantal talenten vanuit de voetbalacademie meegenomen. Ja, klopt. Was Hichem Ashfaghi was niet gepland. Maar ik ben wel gecharmeerd van hem. Ik bedoel, het is een speler die zeker niet in de weg loopt van de jonkies. Nou doen ze dat geen van alle echt. Maar hij is wel een speler die wel al heel snel aanpast aan ons niveau. Gaat goed mee. Ik ben Hichem Ashfaghi. Ik ben 17 jaar oud. En dit is mijn tweede jaar bij Vitesse. Je hebt voorheen onder meer voor Volendam, ook voor Ajax gespeeld. Ja, ik speelde hiervoor speelde ik bij Volendam. Daarvoor speelde ik ook bij Zeeburgia. En toen ik 7 jaar was, ging ik naar Ajax. Toen speelde ik daar 2 jaar en toen was ik weer terug naar Zeeburgia gegaan. En vandaar ben ik weer naar Volendam toe gegaan. Wat voor speler ben jij? Ik ben een aanvallende speler. Wil graag de bal in zijn voeten hebben. Heeft een goede overzicht. Ja, dat zijn wel mijn kwaliteiten. En hij heeft ook met name in het begin van het seizoen al veel meegetraind. Ja, klopt. Hij heeft wel geregeld meegetraind in de eerste periode. En ik moet zeggen, er zijn er sowieso een aantal jongens die al gedurende het seizoen in de 11 tegen 11, vooral teamtactisch, deel uitmaken van onze trainingsgroep. Jesse Schuurman, moet ik eerlijk zeggen, dat gaat meer dan uitstekend. Bilal Bayezid zit geregeld bij ons als keeper. Dus wat dat betreft, snijdt het mes wel een beetje aan twee kanten nu. We kunnen goed trainen, we kunnen behoorlijk fel trainen, omdat je ook kan wisselen. Jongens ten opzichte van elkaar wegzetten in de partijen, zodat ze ook rust hebben en iets meer dan de wat oudere spelers. Maar goed, nogmaals, het mes snijdt aan twee kanten. Zij leren ook omgaan
Zeker met jongens als Pasveer erbij, die ze toch het een en ander bij kunnen brengen qua professionaliteit. Ik heb een paar oefenwedstrijden meegespeeld. Een paar trainingen ook wel meegedaan, dus het is niet echt nieuw. Dus ik ben wel een beetje gewend niveau, zeg maar. En dan nu mee op zo'n trainingskamp, lijkt me mooi. Ja, zeker. Ik zou laatst in voorbereiden, ja. Toen raakte ik helaas geblesseerd, waardoor ik niet meer mee kon. Dat was zeker een teleurstelling, maar ik ben blij dat ik nu wel ben opgeroepen en nu ik weer helemaal fit ben. Zie je het als een soort van beloning voor je ontwikkeling? Ja, zeker. Ik heb me vorig jaar wel erg goed ontwikkeld. Ik kwam pas aan, zeg maar, van een andere club, ander niveau. Dat was een beetje wennen. En nu ik ben blij dat ik ben opgeroepen dit keer weer. En dan begint de trainingsweek gelijk met zo'n pittige training vandaag. Dat is zeker. Dus het was wel een pittige training. Vooral omdat je het hele andere niveau is dan bij de onder 19 en bij jong. Dus deze week even aan wennen, zeg maar. Wat hoop je deze week te leren? Het zijn aardige, zware trainingen. Je ziet ook, zeg maar, dat het niveau ook heel hoog is. Maar je begint er, zeg maar, wel aan te wennen, zeg maar. En ja, ik hoop wel dat ik een goede indruk achterlaat. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.